zo. Hey, is het nog ver lopen, Pietertje Post? Nee, we zijn er bijna. Kijk, als je nou naar links kijkt, zie je dat we er zijn. Oh. Dat is de snackbar. Hey, maar vertel me nou nog eens wat over dat hoofdpiet worden. Ja, weet je, dat komt dadelijk wel. Kom dan maar mee. Ik moet eerst zien dat ik een restaurant kan vinden. Nee, we gaan nu naar de snackbar. Oh, we gaan dus niet naar een restaurant. Maar nee, we gaan nou naar de snackbar. Gaan we naar de snackbar? Naar de snackbar. Oh, maar toch niet zomaar een snackbar, mag ik hopen? Nee, dan kan je Rika frikadellen en kroketten bakken en bitterballen. Oh, maar dit is volgens mij... Is dit niet Vermoens Staart? Dit dat is Vermoens de oudste Staart. Snackbar van Dordrecht, ja, volgens mij. Ja, in Wieletjeswijk. Ja, goedemiddag, Zwarte Piet. Goedemiddag. Welkom. Dag, meneer Vermoens. Ja. Hoe is het met u? Prima. Ja? Komt u verder? Ga jij maar eerst. Hè? Oh, lekker, een kroket. Nou, dan gaan we wat bakken. Hè. Pietertje, ja, ja. Wat zou je graag willen? Nou, ik zou graag een frikamedelletje willen. Frikamedelletje? Nee, dat kan natuurlijk. Dan nemen we een frikamedelletje. Sorry, Zwarte Piet, dat is iets verkeerd. Wat is dat? Dat is een kroketje. Natuurlijk, dat weet ik wel. Frikamedel. Nou, probeer wat even anders. Even kijken. Frikamedel. Weet je wat anders? Doe maar twee frikamedellen dan. Twee frikamedellen, ja. Sorry, dat is weer de verkeerde. Is het weer de verkeerde? Ja. Dat hebben ze niet in Spanje, frikandellen. Nee, inderdaad, dat heeft heel scherp opgewerkt, meneer Vermoen. Dit zijn, wat kan je hiermee sjoelen? Amber. Dat moeten we ook niet hebben, even denken. Je wordt een beetje meer aan de rechterkant, denk ik. Ja, het is lang, dun en mager. Lang, dun en mager. Nee, ik zie het al. Kijk, ik moet hier zijn. Nee, dan pak je die van Sinterklaas. Pardon? Nou, een frikandel dus, hè? Ja, kijk, lang, dun en lekker. Dit is een frikandel. Dat is een frikandel. Nu draai je weer om. En nu? Kun je hem in de pan gooien. In de pan gooien? In de pan. Deze moet dus in de pan. Even hoor. Moment. Die moet eruit natuurlijk. Laat deze maar liggen dan. Je bent niet handig, Zwarte Piet. Nee, ik ben niet handig. Oké. Hij kan erin. Ja, is klaar zo. Is die pan alleen omhoog? Ja, hem omhoog. Frikandellen erin. Ja. Zo. Keurig. Even wachten. Nu bakken ze niet. Pardon? Nu bakken ze niet. Mandje zit er niet in. Oh, het mandje zit er niet in. Oh, neem me niet kwalijk. Hij doet het niet omdat die man er niet in zit. Allebei de zo goed. Ja, keurig. Is die nodig zo? Prima. Ja, benieuwd. U heeft puntzakjes? Puntzakjes. Of een bakje. Kan je ook in doen. Oké. Ja. Nee, dat komt allemaal dik in orde. Prima. Maar ik ben benieuwd hoe die proeft. Ik. Is die al klaar? Kijk uit, het is warm. Is die warm? Hier heb je een bakje. Stop erin. Hier staat een bakje. Heb je een tangetje? Niet met de handjes, niet hierop, want dat is wel. Oh. Ik ben er niet zo handig in, hè? Ik ben niet zo handig in het. Ik ben beter in strooien. Oh, is niet in strooien, ben ik misschien wel beter. Nou, Post, als jij nou eens even past. Wil u mijn mayonaise? Ja, doe maar een beetje mayonaise. Bij de pomp, zwart. Bij de pomp, ik kan het niet bij. Ja, een beetje mayo. Jij even die frikandelletje. Hij zal wel weer niet gaan. Oh, kijk, dat wordt niet. Misschien krijg je ook een hapje. Is die lekker? Ja. Oh, dus ik heb wel een hele lekkere frikandel gemaakt. Ik denk wel dat het voor jou een... Hij is wel lekker, hè? Ja, maar... Ik weet niet. Ik denk toch misschien... Ik vind het toch te lang wachten. Echt waar? Te lang wachten? Ik vind dit, ik heb daar geen geduld voor bij dit werk. Nee. Zo. Nou, wat een stilte hier. Zo, de boel lekker stil gekregen, wijsjes Piet. Pieter, ik heb een keuze gemaakt. Een keuze uit alle ideeën die ik hier heb. En het idee wat ik het allerleukste vond... Dat heet de P-factor. Maar van wie was dat idee eigenlijk? Dat staat hier niet bij. Sinterklaas, dat was mijn idee. Kokspiet? Ja, was ja, mijn idee. Ja, oh wat leuk. Vindt u het een leuk idee? Ik heb het gelezen, maar licht het eens toe. Nou, ik dacht zo, als we nou eens kijken wie er graag hoofdpiet wil zijn. Dan spelen we de Piet-factor en dan laten we zien, op die manier, hè, dus de Piet-factor. De Pieten laten dan aan u zien... Wie er dan het beste hoofdpiet kan zijn. Oh, wat leuk. Maar daar heb je wel een geschikte locatie voor nodig. Maar ook daar heb ik aan gedacht. Wat dacht u van het Sinterklaastheater? Het Sinterklaastheater, natuurlijk. Dat had ik zelf kunnen verzinnen, Kokspiet. Maar wat goed van je. Ja, nou ja. Ik was gewoon even aan het denken. En ik denk podium en een
hoofdpiet. Ja. En wie wil er eigenlijk allemaal hoofdpiet worden? Kijk, Sinterklaas, iedereen is enthousiast. Dat zijn er heel veel. Nou, dat wordt met een drukke bedoeling op het podium. Ik denk het ook. Maar, wacht even, dan moeten we wel iemand hebben die achter het gordijn de pieten even helpt. Ja, heb je iemand in gedachten? Ja. Wijsjespiet. Ja, Kokspiet. Zou jij dat soms willen doen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het mij wel lukt, ja. Geregeld. Nou, en dan, we hebben ook nog een jurylid nodig. Zou u dat willen zijn, Sinterklaas? Ik? Ja. Jurylid? Oh, maar dat is eigenlijk wel leuk, maar ik wil het liever niet alleen. Nee, ja, daar heeft u wel gelijk in. Wie zou er ook nog jurylid willen zijn? Ik. Oh, Knuffelpiet. Knuffelpiet, ja. Ik zou het superleuk vinden om met Sinterklaas een nieuwe hoofdpiet te zoeken. Dat is dan geregeld. Nou, zeker. Fantastisch. Alles, appeltje, eitje. In kannen en kruiken. Geregeld, top. Precies. Ik ben heel erg benieuwd. En weet je, ik zie je later in het theater. En dat rijmt. Dag, tot Piet. Ja, gaan we regelen. Oké, dag. Ja, Pietertje, ik weet het niet hoor. Kijk, het is natuurlijk mijn grote droom. Ja. Maar ja, Bellevue, niks. Voor je niks. Pannenkoeken bakken kan ik niet. Nee, en die... Die cafetaria helemaal onder de rommel geholpen. Nou ja, maar nou vond ik toch die frikadelletjes die je maakte, vond ik toch wel lekker smaken. Ja, maar weet je, en wat denk je van die vis? Dat vis, dit is bekant afgebrand. Nou, maar diep in de zee. Ja. Maar ik weet er nog eentje, Piet. Je weet er nog eentje? Ja, en dat is een beetje wel in de stijl van het Sint-en-Maclaasland, hè? Spanje. Echt waar? Spanje. Spanje, ja, natuurlijk. Iets met tapas en met paella. Zullen we dat eens gaan proberen? Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Oh ja, het schiet me zo te binnen. Ik zag hem niet echt op het lijstje staan. Maar waar moeten we zijn dan? Kom maar mee, we zijn er bijna. Oh, oké. Okay. Zullen we eens gaan kijken? Hoe heet dat? Dat heet Hero. Hero? Hero. Oh, nou, dat moet dan Hero zijn natuurlijk. Ik denk dat het Hero is. Zullen we wacht eens even. Op mijn briefje stond er inderdaad nog één. En dat is Miro. Oh, Miro. Miro, daar moeten we naartoe. Nou, dat is vlakbij Hero. Ja, zullen we daar naartoe gaan? Hero. Ja, we gaan nee, daar ook. Kom maar. We gaan daar naartoe. Ja. Hero. Ja, Miro. Open. Ja. Hij is open. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Meneer Miro. Hallo, meneer Miro. Ah, daar is meneer Miro. Dag meneer Miro, aangenaam. Ja, dag. Nick Miro. Nog de hoofdpiet. Ja, want het is namelijk zo. Nou, hij had een droom en die droom die was eigenlijk... Nou, vertel jij maar verder. Nou, ik zijn had een droom. Zijn droom was namelijk dat hij dacht bij zijn eigen van... Nou, ik wil geen hoofdpiet meer zijn, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Dat wou ik net vertellen. Ja, en toen dacht hij van... Nou, dan ga ik een restaurantje beginnen in Nederland. Ja. Had hij met Sinterklaas... Maar Sinterklaas, heb je dat afgesproken, toch? Ja, Sinterklaas die vond het een goed idee. Nou ja, hij vond het eigenlijk niet zo leuk. Maar hij zei, als dat je droom is... Dan ga je gewoon naar Nederland toe. En dan ga je even kijken in verschillende restaurantjes. Oké. Okay. Nou, en we zijn al... Ja, we zijn al op overal geweest. Ja, bel je me nu. Bij Cafetaria Vermoen en Wieletjeswijk. Wat hebben we nog meer gehad? De Sloper. De Stroper. En we zijn en bij Poffertjeshuis, Pim. Ja, nou, maar daar hebben we koekenpannen staan. Die grote dingen, ja, van die kleine... We hebben om te beginnen niks gebakken. Ik heb daar alleen maar pannenkoeken door heel de zaak. Ik heb er niks van gebakken. Nee. Daar zullen we wel blij mee geweest zijn. Ja, maar nou dachten maar we Hero. We liepen langs. Ik zei, hey, hier zit Hero. Bleek Miro te zijn. Miro. Maar jullie doen Spaanse dingetjes, hè? Ja, precies. Ja. En dat moet dan toch lukken voor mij? Laten we het hopen. We kunnen het altijd gaan proberen. Zullen we dat gaan proberen? Ik zeg, kom binnen, we gaan gewoon een poging wagen. Ja? Oké. Okay. Helemaal goed. Nou, hartstikke fantastisch, Pietertje. Dankjewel. Ga maar naar binnen. Ja, ik kom er achteraan, hoor. Kom maar, hoor. We kunnen beginnen, denk ik. Ja, we gaan. Ik stel voor om eerst een poging te doen in de bediening. Misschien dat je dat leuk vindt. Wat houdt dat in bedienen? Drankjes, bestellingen opnemen, drankjes aan de tafel brengen, eten uitserveren, achter de bar staan. Oh, dat is om te beginnen. Is dat misschien niet verkeerd? Nee. En dat kan ik zeker. Dat kan ik zeker. Dat lijkt me een goed idee. Waar kan ik beginnen? Nou, laten we naar de bar even lopen. Oké, prima. Nou, goed. Kom, Pietertje. Hè? Ja, leuk, jongen. Nou, misschien kan ik inderdaad wel een goede serveerder worden natuurlijk. Hoewel, ja, zo'n koekje is natuurlijk gewoon veel te lekker om aan een klant te geven. Nou, sorry hoor, maar meneer, dat kan je niet maken, lijkt mij. Ah, wat? Ah, wat bent nou, u aan het doen? Nou, dat koekje. Dat koekje is van haar. Waarom niet? Dat is van mij. Is het uw koekje? Ja. Heeft u het koekje besteld? Heeft u het al betaald? Ah,
Ja? Nee. U heeft nog niet afgekeken. Dat weet u niet. Oh, neem niet kwalijk. Nou, hoef ik het helemaal niet meer. Kunt u het meenemen? Kunt u het meenemen? Kunt u het weer meenemen? Is uw baas er? We willen graag uw baas even spreken. Uw baas spreken. Baas. Ja? Nee, die is er nog niet. Nou, dan gaan we even bellen. Die zit nog in Spanje. Even bellen? Ik hem even bellen? Dat is goed. Maar verslikt niet in je kopje? Ik weet niet, maar... Nou, is dit allemaal? Wat is dit allemaal? Is dit allemaal? Er is niks hier. Wat is dit allemaal? We gaan maar weg. We gaan weg, hè? Ja. We gaan maar weg. De tijd is klaar. Jongen. We zijn helemaal klaar mee. Zo, goedemiddag dan. Goedemiddag. Wat komt u doen? Nou ja, ik kom even mijn excuus aanbieden namens Hoofdpiet. Oh, u bent zijn baas? Nee, ik ben zijn PB. Persoonlijke begeleider. En vandaar dat ik even... Daar ben ik alweer. Ik heb de baas even gebeld. Hij vroeg of alles naar wens was. En als het niet zo is, heeft u hier een klachtenformulier? Ja, dan kan u dat in de schoen doen. Een fijne middag nog. Hey, Piet. Is dit nou? Ik geloof niet dat dit wat voor jou is, hè? Is dit nou? De bediening is niks voor jou, hè? De bediening, ik doe dat toch prima? Dat is heel vriendelijk. Nee. Naam is Sint en mijn glaasje, want dat is zijn baas namelijk. Oh, dat is, okay. Dat is zijn nu baas. Snap ik in Spanje. Mijn excuus aan. En jij ook nog even een keer, alsjeblieft. Zeg eens sorry. Zeg maar sorry. Sorry. Nee, tegen Hully. Tegen Hully zeg eens sorry. Sorry. Okay. Sorry, mevrouw. We willen wel graag twee kopjes koffie met een koekje die wij zelf opeten. Ja. Twee kopjes koffie met een koekje. En niet omgooien. Ga ik regelen. Ik stuur even iemand van de bediening. Doe anders. Ja. Dank u wel. Dag hoor. Fijne avond. Tot ziens. Als dat maar goed gaat. Komt het. Nou, Piet, kom even kijken. Hoe zijn we schort al achter? Ja, heel goed. Zal deze keer eerst brieven de barret afdoen? Ja, anders dan vat je weer dadelijk vlam. Ja, precies. Moet dat niet hebben. Oh, dit is leuk. We hebben verschillende gerechtjes. We maken een surprezels. Dat is een schaal met verschillende hapjes. Ja. We hebben lamstoofpotje, albonica's met witte wijn en tomatensaus. Prima. En je hebt net al wat dingetjes klaargemaakt. Ik zou zeggen, maak er wat moois van. Ik heb hier de schaal. Die kan je afmaken. Kijk eens, goed hè. Ja. Dan heb ik deze. Zal ik die schaal beter houden? Want ja, overal brandt vuur. Waar moeten de balletjes in? Die mogen daarop en die mag je erbij zetten. Die mag ik erbij zetten. Oh, nou, kijk. Nee, maar dit is echt helemaal mijn ding, Pietertje. Ja, dit is leuk. Ik vind trouwens dat je dat geweldig hebt gemaakt, die satéstokjes. Een beetje raar is het thee, maar... Kijk, een beetje saus eroverheen zo. Heel goed. Ja. Kijk, dat gaat een stuk beter aan beneden. Ja, inderdaad zeg. Nou, dan zetten we die er zo tussen. Aan de zijkant. Ja, oh, aan de zijkant. Ja, ook zo. Daar hebben we zo nog iets proberen. Ja. En daar komt witte. De witte? Ja. De witte in de midden? Met die... dat met zijn, witte wijn. Ja, met die vrouw. Ja, die lichtwit, hè? Ja. Niet die donker. Kijk. Nou, weet je wat ik ook zo goed leuk vind, Pietertje? Kijk, dat is dat je dan zo... Even een streepje maakt ernaast, zie je dat? Ja. Dan moet je het randje afdoen, hè? Het randje moet je even afdoen. Dat wel natuurlijk. Oh ja. Weet je wat ik zou doen? Niet je vingers aflikken. Ja, dat zou ik niet in de midden, hè? Ik ga vast beginnen. Nee. Hoezo niet? Nee. Dat moet iemand doen van de serveren, van de bediening. Deze mag in de lift, dan mag je naar beneden en dan moet de bediening hem op tafel zetten. Nee, maar dan sta je weer maar lekker te maken natuurlijk. Nee, je mag hem niet afleggen. Dan gaan we zo meteen wat lekkers voor jullie maken, goed? Oh, dank je. Omdat jullie zo goed je in de lift. Oh, fantastisch zeg. Waar is de lift? Ja, achterin. Gaat hij naar de eerste, tweede of derde verdieping? En naar beneden. Naar de kelder, Piet. Nou, ik vond dit wel, ik vind dit is jouw ding, hè? Maar wat vond meneer Miro ervan? Je hebt het ontzettend goed gedaan. Dank u wel. Ik weet niet of je al ergens anders bent gevraagd, maar ik wil heel graag een baan aanbieden, als dat ze leuk zou vinden. Echt waar? Ja. Pietertje! Ja, maar dat snap ik wel. Maar wie wordt er dan de nieuwe hoofdpiet? Dat weet ik niet, maar ik ga wel, ik ga dit grote nieuws wel gelijk aan Sinterklaas vertellen. Ik ga hem bellen. Ik ga hem nu bellen, want hij moet dan wel een nieuwe hoofdpiet inderdaad. Mijn telefoon gaat al. Nou, dat is ook toevallig. Het is Sinterklaas. Hallo Sinterklaas, wat leuk dat u belt. Dag hoofdpiet. Fijn dat ik je aan de telefoon heb. Ik was zo erg benieuwd hoe het gaat met het bezoeken van de restaurants in Dordrecht. Nou, Sinterklaas, het is... helemaal fantastisch. Ik heb het gevonden hoor. Het wordt een Spaans tapasrestaurant. Oh, een Spaans tapasrestaurant. Oh, wat leuk. Al vind ik het wel heel erg jammer. Dat je natuurlijk gaat stoppen in je rol als hoofdpiet. Maar ik sta wel achter je keuze. Oh, Sinterklaas, wat vind ik dat fijn. Nou, dank u wel. Oh, en Kokspiet heeft trouwens nog een heel leuk idee gevonden. Om te kijken wie jouw plek in kan nemen. Oh, en wat wordt het dan, Sinterklaas? Nou, we gaan kijken
wie de beste hoofdpiet is. En dat doen we door het spelen van de pietfactor. En daarmee kunnen we kijken welke Piet het beste in die rol zou passen. Hey, Sinterklaasje! Sinterklaasje! Pietertje Post, hoor ik jou? Hoor ik dat goed? Natuurlijk mag je meedoen, Pieter Post. Maar ja, dan moet je wel snel naar Spanje komen. Hey, ik mag meedoen. Ik kom er gelijk aan. Ik ga mijn spulletjes pakken. Je ziet me morgen, denk ik. Toedeloe. Nou, voorzichtig maar. Hoofdpiet, heel veel succes. En tot 15 november. En dan kom ik ook gezellig bij je eten. Fantastisch. Ja, oké. Dag Sinterklaas. Tot de 15 november. Dag. Lieve Sinterklaas, lieve Pieten, welkom in het Sinterklaas Theater. Welkom bij de Pietfactor. Mag ik jullie keihard applaus voor de eerste kandidaat? Want zijn jullie er klaar voor? Ja! Goed zo. De eerste kandidaat is Praatjes Piet. Daar komt hij binnen. Dankjewel allemaal, ik weet het eigenlijk al. Ik heb eigenlijk al gewonnen. Ik zal me eigenlijk toch even voorstellen. Ik ben de Praatjespiet. Waarom ik de Praatjespiet heet, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik praat misschien wel veel, maar dat vindt de Sint vast ook niet erg. Of heeft de Sint eigenlijk deze naam verzonnen? Nou ja, het doet er eigenlijk verder niet toe. Het begon eigenlijk, denk ik, toch allemaal heel lang geleden. Voor me ben ik al heel lang aan het praten, maar om eerlijk te zeggen, dus ik weet niet waarom ik nou eigenlijk Praatjespiet heet. Misschien weten jullie het inmiddels wel, maar dat weet ik ook nog niet. Maar ik ken nog wel een leuk mopje. Liep eens twee Pieten door de gang. Zei de ene Piet tegen de andere. Mag ik nou in het midden lopen? Nee? Oh. De volgende Piet die voor jullie klaarstaat is Surprise Piet. Yeah! Ja. Dag Surprise Piet, leuk dat je er bent. Ja, hè? En wat heb jij voor ons in petto? Ik heb, ik wilde dat... Praatjes Piet, kom. Je was wat vergeten. Ja, even zwaaien, zo. Dank je. Ik ga een goocheltrucje doen. Een goocheltruc? Ik ga een goocheltrucje doen. Ha. Ja, daar heb ik heel lang op geoefend. Wij zijn zeer benieuwd. Ja, hè? Ja. Ik heb daar heel lang op geoefend en gaat gewoon in één keer goed. Dat gaat in één keer goed. Dat gaat in één keer goed. Nou, wij zijn heel erg nieuwsgierig. Ja? Ik heb wel even een vrijwilliger nodig. Een vrijwilliger nodig. Ja? Nou, laten we even kijken in het publiek. Wie wil de vrijwilliger zijn? Is er iemand die mij wil helpen? Nou, ja, kom maar naar voren. Kom maar. Spannend. Toch wel een spannend. Dat is Cadeaupiet. Ja, hallo. Hi. Cadeaupiet. Hallo. Dag Cadeaupiet. Hallo. Alles goed? Heel goed. Weet je zeker dat je mee wil werken? Ja. Ja, graag. Je leven is niet zeker. Ah, dat zien we dan. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja, ga je gang. Ik ook. Nou, ga maar staan, Cadeaupiet. Zo, nog even zwaaien. Komt-ie. Hocus pocus past. En Cadeaupiet is er. Nou, dames en heren, mag ik een heel groot applaus? En kan je hem nu ook weer terugtoveren? Nee, dat kan niet meer. Maar... Het is maar eenmalig. Maar dan zijn we Cadeaupiet kwijt. Ja, sorry. Het werkt maar één keer. Oh. Maar ik ga hem wel weer zoeken. Ja, want Sinterklaas kijkt mee, hè? Ik weet het. Ja. Sorry Sinterklaas. Nou, ik weet niet of dit goed gaat aflopen. Misschien zit hij ergens achter. Ik ga gelijk zoeken. Kijk maar even. Ja, ja. Oké. Okay. Dankjewel. Applaus voor Surprise Piet. Ja, dankjewel. Ja. Daar. Als dat maar goed komt. En de volgende. Het wordt zeker spannend. Maar hier is Gullepie. Ja! Voor de oplettende kijkers. Ja hoor. Helemaal overgekomen uit Dordrecht. Hier is Pietertje Post. Oké. Okay. Hallo. Hoe is het nou? Welkom in Spanje. Ja, was leuk. En welkom in het Sinterklaas Theater. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het... Hey, Sinterklaas, ben je er ook weer? Gezellig, hè? Ja, ik vind het leuk. Maar
ik moet een verhaaltje vertellen natuurlijk, want ik moet mijn eigen wal natuurlijk even promoten om Hoofdpiet te worden. Ja, 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 ja. Want ik heb begrepen dat jij met Hoofdpiet in Dordrecht naar restaurants bent gaan kijken. Ja, ja, ja. En dat was leuk. We waren op een gegeven moment in Wieletjeswijk en daar heb je een cafetaria, zo'n ding waar ze allemaal patatbak hebben. Oh ja, ja, ja. En daar een snackbar. Een snackbar. En daar leggen twee van die frikandellen. Toen zegt die ene, mag ik in de midden leggen, snap je hem? Ja. Goeie grap. En toen wouden ze op een gegeven moment de mayonaise van dat witte spul overheen hebben. Ja. Nou, dat kennen allemaal natuurlijk. Maar goed, toen zijn we ook nog poffertjes gaan maken. Ken je dat, poffertjes? Sinterklaas, weet je wat poffertjes zijn? Het zijn van die hele kleine grote pannenkoekjes. Weet je? Ja. Ja. We hebben gelachen, maar hij kon het best wel hoor. Ja? Ja, die Hoofdpiet, laat hem maar lekker Hoofdpiet worden. Of een eigen restaurantje beginnen, ja. Dan ken ik. Hoofdpiet worden, Hoofdpiet worden. Nou, wil jij anders, pak de microfoon. Wil jij anders even vertellen aan het publiek en aan Sinterklaas en natuurlijk de jury. Jazeker. Knuffelpiet is ook jury. Waarom jij graag Hoofdpiet zou willen zijn? Ja, dat wil ik best. Neem je een moment. Ja. Hey, Sinter en Klaas, goeiedag. Ik zou heel graag Hoofdpiet willen worden. Omdat ik natuurlijk ten eerste een heel groot hoofd heb. Hè? Dat heb Hoofdpiet natuurlijk altijd nodig, een groot hoofd. Ik heb een veer. Ik heb een jasje laten maken door Pieternella Post. Ik vind het geweldig gewoon. En ja, ik weet alle plekjes in Dordrecht natuurlijk. Ik weet waar al de kindertjes wonen. Hè, kindertjes. Ik hoor ze roepen door de televisie heen. Dus vandaar dat ik eigenlijk de Hoofdpiet wil worden. Toch? Nou, ik geef maar een heel groot applaus voor Pietertje Post. Ja, ja, ja. Straks hoor je de uitslag. Ja, hartstikke goed, Kokkie. Ik heb overal al uitslag, man. Ja, nou. Heel even wachten nog en dan horen jullie straks de uitslag. De één na laatste Piet. Het wordt heel erg spannend, maar een heel hard applaus voor PJ. Hallo, ik ga Sinterklaas Kapoentje zingen. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Het wordt heel erg spannend nu. Hier is de enige echte PZN, oftewel de Piet zonder naam. De uitslag is bekend en we halen de jury erbij. Applaus voor de jury. Zo. Goed, Piet. Hallo, hallo Sinterklaas. Wat leuk, wat hallo. Fijn dat ik op het podium mag dag, komen. Dag Knuffelpiet. Hallo. Zo. Ik ga even tussen jullie in staan. Nou, dat was wel lastig zeg. Ja. Ja, heel lastig. Vonden jullie de keuze lastig? Ja. Ja? Ja. En hoe vonden jullie het? Nou, we hebben zeker wel Knuffelpiet genoten. We hebben gelachen. We hebben gehuild. We hebben ons ook een klein beetje geschaamd af en toe. Maar goed, iedereen mag laten zien waar hij goed in is. En ik denk dat we een weloverwogen besluit hebben genomen. Oké. Nou, het verlossende woord dan, Sinterklaas. Ik heb het hier bij me. Ja, het staat hier gewoon. Ik ben benieuwd. Kan je lezen? Nee. Nee, zal ik het dan oplezen? Graag. Goed. Ik kan alleen recepten lezen, Sinterklaas. Dat begrijp ik. De winnaar van de Piet Factor 2014... is Pietertje Post. Oh, wat goed. Ja. We halen Pietertje Post er even bij. Ja, kom er maar hier. Bij, Pietertje Post. Staat hier wel. Oh, wat geweldig. Ja. Sinterklaas. Ik ga je feliciteren. Ja, ja. En ja. Ik word nou Hoofdpiet. Nou, gefeliciteerd. Nou, Pieter, natuurlijk, ja. Je hebt gewonnen. Maar Hoofdpiet, ja, dat vind ik wel, om dat nu meteen te beloven, ik moet er nog even over nadenken. Maar, echt waar? Maar Sinterklaas, ja. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik bedoel dat eigenlijk als volgt te zeggen. Het is niet leuk om te horen natuurlijk, Pietertje. Maar nee. Jij zit natuurlijk in een rol in Dordrecht. En een hele belangrijke rol. Jij haalt voor mij altijd alle brieven op. En als ik die brieven niet heb voor alle kinderen, dan zit ik toch met een probleem. Dan hebben we inderdaad wel een probleem natuurlijk. Maar dan kan Kokkie dat misschien doen. Of... Nou, nee, jij bent niet zo bekend in Dordrecht, hè? Nee. En ik ben eigenlijk beter in koken. Ja. Maar, wie is het dan eigenlijk wel geworden, Sinterklaas? Ja, nou, dat vraag ik mij ook wel af. Dat wil ik nog even voor me houden. Echt waar? Ja, maar ik denk dat het niet verstandig is om jou op dit moment als Hoofdpiet
te bestempelen. Nee, eigenlijk niet, maar ik vind het wel heel leuk dat u mij gekozen hebt. Hè? Voor mijn gevoel, voor ons gevoel, voor Knuffelpiet en mij, heb jij gewoon glansrijk gewonnen in deze eerste editie van de Piet Factor. Maar mag ik dan wel gewoon voor u de post ophalen? Natuurlijk! En mag ik ook op dat karretje rijden graag door de stad? Graag zelfs, Pieter. Maar hier al zitten we, Klaas. Graag zelfs. Dat gaan we doen. Ik kan je op dat punt absoluut niet missen. Dat vind ik leuk. Nou, houden we daarop? Ja, Sinterklaas. Oké, gefeliciteerd. Komt het toch allemaal nog? Ja, komt het helemaal goed. Ja, ik ben benieuwd wie het wel is geworden. Goed. Hoor, gaan we afscheid nemen van de kijkbuiskinderen? Ja, lijkt me nog goed plan. Oké, dag allemaal. Dag. Dag hoor.